Weet u het nog? Bij de zorgvilla's in Hogeloon wilde men graag een tovertafel. Vandaag is het zover. Bij Zorgcoöperatie Hogeloon stelt men alles in het werk om het de dementerende ouderen goed naar de zin te maken. Er is geld bij elkaar gesprokkeld om een tovertafel aan te schaffen. Vandaag wordt deze officieel in gebruik genomen. Hocus pocus, kieken je banaan, de tovertafel gaat aan. Ja! Albert, waarom ben je zo blij met deze aanwinst? Nou, ten eerste vind ik het gewoon een fantastisch initiatief dat vanuit kracht, vanuit het dorp en vanuit de gemeenschap dat er van allerlei bijdragen zijn geleverd om dit te laten plaatsvinden. Dat dit bij elkaar is verzameld, het geld. Dat vind ik echt geweldig. Daarna zien we, het doel is eigenlijk om de mensen een stuk weer in beweging te krijgen en een stuk weer te activeren. En kijk, natuurlijk gaan we gewoon met de mensen naar buiten en gaan we daadwerkelijk bewegen buiten. Maar er zijn ook momenten dat we hier binnen een huiskamer zijn en dat je toch wat op zoek bent naar nieuwe prikkels. En is dit een prachtig initiatief waarbij de mensen op een hele leuke, positieve manier gestimuleerd worden. Eigenlijk het huisje. Eet zijn. Kruis. De tovertafel kent vele vormen van interactieve spelletjes. Niet alleen bloemen en spreekwoorden. Ook vlinders, zeepbellen, rijmpjes en gezegden zitten in het programma. Annie, jullie hebben kosten nog moeite gespaard om dit voor elkaar te krijgen. Vertel eens hoe dat in zijn werk is gegaan. Dat klopt, ja. Een collega van mij heeft me op gewezen van de tovertafel. Ik was meteen lyrisch over het hele gebeuren. En we hebben allerlei acties op touw gezet. We zijn begonnen met een soort van veiling van binnen het personeelsbestand. Daarna is er een actie gekomen van de tovertafel zelf voor de mantelzorgers, waar ook een grote bijdrage geleverd heeft. We hebben een grote Zumba-marathon gehouden. Er zijn heel veel bewoners en familieleden die ook best wel behoorlijke bedragen gesponsord hebben. Er is een plastic tasjesactie geweest van de slagerij Gooskus. Er is biljartvereniging het Huukske uit Hapert heeft ook ook mede gesponsord. En dan hebben we dus een ouderenfonds, die heeft ons meegewerkt. Er is ook weer een collega op geattendeerd. En die heeft ook de nodige bijdrage gedaan, waardoor dit uiteindelijk tot stand is gekomen. Toos, wat is er zo bijzonder aan deze tovertafel? Ik vind dit zo geweldig iets. En vooral, het zijn allemaal wat ouderen. En het wordt heel fijn voor iedereen gemaakt. En de mensen zijn zo ontzettend blij. En met elkaar is het gewoon een nummer 10, zal ik zo zeggen. En ze zijn allemaal vriendelijk en hartelijk en het gaat altijd mooi hier en ik vind het een geweldig iets. Goed zo. De bewoners van deze zorgvilla's krijgen door middel van de tovertafel weer een stukje levensvreugde bij.